Rochefaucon, 1,5 kilometer, 9,9%. De Saint-Nicolas, 1 kilometer, 11,1%. En dan nog Anse, nog 1,5 kilometer. Lastig. Ja, en nu al wat poeder verschoten natuurlijk om die voorsprong te pakken. Maar we zijn er, hè? Aan de voet van de Rochefaucon. Brugje over, de Ourthe voorbij en hij gaat eraan beginnen. Stel dat hij straks ingelopen wordt, dan kan ik alleen maar bidden, hopen en smeken hier een probleem voor Serpa. Ja, 25 seconden heeft hij en op het peloton zou hij 3/4 minuut hebben. Schitterend. Schitterend. Stel dat hij de Valkenrots overleeft en straks ook nog mee kan doen op de Faucon. Maar hij valt schoon. Ja, schoon. Op die heup. Maar met een glijder, weet je. Hij zit al terug op de fiets, maar hier, het is over natuurlijk. Nicky Seurensen nu. Tempo maken. Ze beseffen hier dat het misschien niet meer mag groter worden, dat gat met Gilbert. Dus is hij begonnen op zijn gemak, relatief op zijn gemak, aan de Rochefaucon. Hij brengt ze natuurlijk danig in verwarring nu, hè. Want ze zitten met een dubbel probleem. Ze mogen deze man niet laten rijden, want die heeft inhoud. En ze zitten nog met de factor Cadel Evans. Ja, het doet pijn, maar is niet kapot. Kijk eens naar de focus. Af en toe een grimas, een grijns. Maar dat was vooral omdat die camera dichterbij kwam. Hij zit niet helemaal kapot, hij heeft een goede cadans. Kilometer van de top. Niet te veel omkijken, Phil. Ga uit van je eigen sterkte. Technisch probleem voor Igoi Martinez wordt gemeld. De Serpa gevallen, Igoi Martinez met een technisch probleem. Zo raakt dat achtervolgend groepje. En daar gaat Schlek. Nu al, Andy. Andy Schlek aan de voet. Daar gaat Andy Schlek. Rebellin in derde positie. Dan Valverde daarachter. Koenigo zit daar ook aan het wind van Valverde. Weggeblazen. Dan zo gaat het natuurlijk snel gaan. Duque ook kapot. En hij nog niet vol, hè? Igoi Martinez ook weg. En de rest ook weg. Oeh, zegt Kolopner. Is er een van ons? Ik ga nog eens trekken. Nou ja, tuurlijk. Wat een allure, zeg. Wat een allure. Maar wel op 42 seconden van Philippe Gilbert. Daarachter wordt nu geaarzeld. Wie gaat er nu komen? En wanneer gaan ze komen? Luxemburg als scherprechter. Kunnen ze wel komen? Kunnen ze wel komen? Zo wordt het een strijd man tegen man. En dat is ook goed voor Philippe Gilbert. Maar die gaat wel verschrikkelijk hard vooruit, de man in het wit. Gaat wel verschrikkelijk hard vooruit. Dat is niet te doen, jong. Kijk dat. Precies of het is niet bergop, maar het is daar een stuk van 12%. Hè? Wat mij geruststelt is dat hij een grimas trekt. Hij ademt dus. Ja, op Alpe d'Huez vorig jaar, dan bleef hij lachen en kijken. Hij komt op 30 seconden. Nou, dat is nog altijd... Goed. Hij komt op 30 seconden en Gilbert nu lastig op dat hele steile, verschrikkelijk zware stuk. En dat tussenstuk, dat moet Gilbert dan weer beter liggen, hè? Naar de voet van de Saint-Nicolas. We gaan niet klagen, dames en heren. Dat doet een Belg mee voor de vetste prijzen in Luik-Bastenaken-Luik. Ja, het is dubbel, hè. Als Schlek daar naar voren rijdt, dan heeft Gilbert een probleem op de Saint-Nicolas. Aan de andere kant, als hij kan overleven... Dan mag hij met Schlek altijd naar de streep. Maar ook deze man moet dit volhouden. Hè? Pas op, hè? Hij kan ook kapot gaan. Ja, hè? Ik weet niet of het zo slim is wat hij doet. Dan beter zijn ploeg nog wat laten werken. Tot dusver ziet het er voor Sylan Slotte nog altijd uitstekend uit, hoor. Dit is ook een alles-of-niks poging. Zie je? En daar is de kop van het peloton al. Aan die Schlek die een beetje plafonneert, een beetje stagneert. En Gilbert trekt zich nog eens op gang. Op een heel grote versnelling. Het is bijna een stuk vals plat. Hij is bijna boven. Maar dat mag je hier dus nooit zeggen. Hè? Dat mag je nooit zeggen, want dan krijg je daar straks een kilometertje om wat op je effe te komen. Al is dat natuurlijk veel gezegd. En dan, broer, die uitsmijter. Verschrikkelijk. Het is maar aan het kruispunt van Saint-Tilmont dat je echt op je gemak zit. Ja. Als je de fabrieken van Serrain al ruikt. Ik zag twee mannen van Saxo Bank op de eerste rij zitten. Dat is dus afstoppingswerk leveren voor deze Andy Schlek. Die nu volgt op 24 seconden. 22 zelfs wordt gemeld. En hier is hij officieel boven. Hij is boven. Allee. Even 2 seconden goed bijtanken. En dan die afdaling goed pakken.
Hij komt op 20 seconden. Hij is dichter. Nee, dat is een goede 10 seconden, 12 seconden. En nu Rebellin. Komt Rebellin uit het peloton. Met Frank Schleck. Daar komt inderdaad Frank Schleck. En dan Van Berger, meen ik. En Valverde. En toch nog een paar mannen van Silence. Ik denk dat Van Endert daar nog zat naast Evans. Ja, schitterend. Geduld, weet u wel. En dit is achteraan met Pierre Rolland. En Bakelands. Ja, kijk. Op 20 kilometer van het einde zat hij toch nog altijd goed in dat pelotonnetje. Daar kun je aan optrekken. Schlek op 9 seconden. Het peloton op 19 seconden. Maar het ziet er naar uit dat ook Frank Schlek goed in orde is. Hè? Met Gilbert die op die manier, door dat manoeuvre, die actie, toch de Rougeau-Faucon weet te overleven. Mm-hmm. En nog altijd tijd de la course is. Maar hij moet die uitsmijter nog nemen. Is daaraan bezig. Op die eerste honderden meters ben je goed gelanceerd, maar dan... Maar dit is een stuk waar ze hem natuurlijk er niet gaan afrijden. De Saint-Nicolas, dat is wat anders. Hoeveel heb ik? Combien? Weet het niet, hè. Lucide. Ja, ja. Zijn vitrinekast staat nog goed. Zijn porselein blinkt. 7 seconden. Ik heb de indruk dat hij een klein beetje wacht. En hij doet dat. Dat is goed bekeken, hè. Voilà. Wat op zijn effen komen en met zijn tweeën vooruit terug. Ideaal nu, hè. Ja. Silence en Saxo sterkste blokken. Ja, kijk, en de ervaring ook al direct. De goede wil tonen aan die Schleck, zich op kop zetten. Gaan we, pak mijn wiel, man. En nu in dat wiel bijten. Mooi finale, hè? Heel mooi. Weet je hoe dat komt? Vroeger begonnen dan andere jaren. Een landgenoot erbij. Nog veel movementen hier. Is dat Valverde? Rebellin beweegt, dan zou dat inderdaad Valverde moeten zijn. Als ik daar nog een zwart hemd. Rodriguez. Volgens mij is Rodriguez de eerste man en Valverde de derde. Frank Schleck sluit ook aan. En dit is Carponi op kop. Dit is Carponi op kop. Kijk, daar heb je Rodriguez. En dan Rebellin, Valverde, Cunego. Evans. Kreuziger ook nog altijd. Ivanov. Ivanov van achteruit. Daar is hij natuurlijk op zijn best, hè. Sergej Ivanov. Op een moment waar het een klein beetje stilvalt. En hij met al zijn ervaring, 34 is hij, voelt er natuurlijk perfect aan. Klein beetje stilvallen. Ze staan stil bijna. Wie gaat het nu doen? Zit er nog volk bij voor Cunego? Straffe Sergej. En wie gaat werken Gilbert bij lost. Bij Depardieu? Ja. Ai. Andy Schleck is alleen. Andy Schleck is alleen. Dit is een stuk waar Philippe Gilbert in principe nooit mag of kan lossen, maar hij heeft natuurlijk wel wat energie in die voorsprong gelegd, of in het verwerven van die voorsprong. Die uitsmijter natuurlijk, hè? Terwijl ze daarachter nog altijd zitten te rekenen. We moeten nog over Saint-Nicolas. Uitslag van de wereldbeker mountainbiken in Offenbach. Julien Absalon, of wie anders, wint. En Roel Paulissen is daar zevende geworden. Daar is Ivanov al bijna bij Philippe Gilbert. Die ons een goede 15 kilometer deed dromen. Dat knap gedaan heeft, maar dan toch weer ondervindt dat Luik Bastenaken-Luik een klein beetje lastig is. Sommige hellingen net iets te stijl voor zijn doen. Voorlopig, hè. Altijd maar 26. Ja, en die Rougeau-Faucon zou eigenlijk in het boek moeten staan als een helling van 3 kilometer, ja, 400 in plaats van 1,5 kilometer. Dit is geen vals plat, dit is puur klimmen. Er is er eentje achter Ivanov aan het komen. Ja, Rodriguez gaat nog eens. Joachim Rodriguez gaat nog eens. Tempo maken. En toch nog een paar mannen van Dick Piovani, met name Carponi en Rebellin. Die mocht je daar inderdaad ook verwachten. Vaugrenard moet de man van Française des Jeux dan wel zijn. En Andy Schleck, die doet wat hij beloofd heeft. Ik ga niet wachten tot de slagbank er is. Scarponi op de voorposten om alles weer terug te open te rijden. Straks op de brede weg, na Saar-Tielman, gaan we nog eens kunnen kijken wie hier allemaal zit. Wie is en wie waar zit. Ivanov heeft natuurlijk ook nog Van Berger. Ja, dat helpt al. En Colombe. Sastre hangt er nog aan. Op karakter. En Kroon. En daar Gesink, die het moeilijker krijgt. Sastre die opbouwt naar de Giro. Hè? Kreuziger daar vlak voor.
wel Romandje laat vallen. Oeh, Ivanov, pas op, joh. Motorrijder. Schlek, 25 seconden weggereden.